Een hele goede morgen, het is woensdag, dus ik begin weer een nieuwe vlog. Gezellig, het waait als een tierenlier. En ik ben eerlijk gezegd gewoon bang om naar buiten te gaan, want ik waai echt weg. Maar ja, ik moet er toch uit zo. Dus ik ga mijn medicijnen nemen, ik ga mijn schoenen maar verzwaren. En dan ga ik maar proberen even mijn dingen te doen. Dus, mijn Jean. We gaan de vlog uploaden en daarna weer door. Ik moest eigenlijk wel lachen. Ik maak elke avond een boodschappenlijstje. En dit is het boodschappenlijstje van Ron. Wat er gehaald moet worden, dat wordt hier neergezet. En dat kan van alles zijn. Of vuilniszakken, of tandpasta, of weet ik veel wat. Dan zet hij het hier neer en dan weet ik dat ik het moet halen. Top. Het stormt nog steeds. Ik heb het vlog geüpload. Ik heb de was gedaan. Ik heb gestofzuiger genomen. Ja. Oh, ik wil heel veel doen. Als het gaat lukken. Wat vind jij? Ik heb een broccoli te lullen. Ik eet vanavond een keer broccoli. Ik zou eigenlijk haricot vets met spek eten. En ik denk nee, we gaan het roer even omgooien. We gaan broccoli met champignons en een steak tartar. Dus, want de rest eet gebakken aardappels met kipsnitzels. En dat eet ik niet. Dus, ik ben benieuwd. Maar goed, ik ga het even poetsen en dan ga ik wachten op Nio. Die gaat even mee naar de supermarkt terug. Want ik ging vanmorgen bijna op mijn bek, want ik waaide weg. Geen strak plan als je zo weinig weegt en het waait als een tierenlier, want je waait gewoon letterlijk weg. Dus die gaat dadelijk even mee en dan ga ik lunch halen. Daar wil ik ook het roer mee omgooien. Ik vreet elke dag zalm en ik heb nu trek in een lekker bek en een school. Maar ik heb ook trek in een eiwerp met zalm. Issues, dilemma's, issues, dilemma's. Hebben jullie dat nou nooit? Maar goed, house cleaning. Ik ga toch die eiwrap maken met zalm, hè? En ik ga een lekker bek halen. Ja, dat ga ik doen. Makreel slacht op Nio, anders waai ik echt weg. Lunch is geworden. Makreel, zalm, haring. Een paar stukjes kibbeling die ik van Nio heb gepakt. En een zalmweb. Van alles wat. En dit is het geworden. Eten. En mijn pubertje is ook weer thuis. Wat chick. Hi. Je gaat zo weer, hè? Waar ga je heen? Naar Rijswijk. Ga je vriendje halen? Gezellig. Dan blijf ik lekker eten weer. Dus, have fun. Dank je. Kom, we gaan koken. Thuis en heeft de schoolfoto's. Nice. Kijk, dus. Ik ben ondertussen, ja, wel klaar geloof ik. Ik heb
vandaag een sandwich gemaakt. Ja, mama mag proeven. Omdat ik het niet mag. Nee, je mag het wel. Nee. Ja, dat plakje kaas. Oké. Okay. En ik heb een nieuw YouTube logo gemaakt. Zien jullie ervan? Ik vond het leuk eigenlijk. Iets rustiger. En ik ga de vlog weer afsluiten. Het is 7:30. Ik voel me hondsberoerd. Ik heb weer een stomme actie gehad natuurlijk. Ik heb echt al, boom, overbelicht. Al dagen trekken de frikandel. Oké, we hebben geen frituurpan meer, dus we doen altijd alles in de oven. Lekker frikandel gemaakt. Ik eet nooit frikandellen. Hij was zo lekker, maar wauw. Oef, ik heb moeten rennen. Een flinke tegenvaller. Maar goed. Ik ga lekker mijn make-upje eraf halen en dan even beneden afsluiten. Nou, mijn computertje afsluiten, was ik dan lekker te beppen met de vriendinnen. En dan ga ik lekker in bed mijn dingetjes kijken. Morgen komt de huisarts. Ik plan de campagne opstellen. Ben benieuwd. Als ik daaraan denk, word ik dan gelijk even blablabla. Maar aan de andere kant, ik moet op die ladder klimmen. Want we moeten weer omhoog krabbelen. Toch? Ja. Geef niet op. Ik kan janken, ik kan schreeuwen, ik kan gillen. Maar dat lucht ook wel op. En nee, dat is niet altijd leuk om te zien, dat snap ik ook wel. Maar die momentjes heb ik gewoon even nodig. Maar goed, ik krijg zoveel steun van jullie. Kanja's van jullie. Ken jullie geen eens. Maar goed, ik ga hem afsluiten. En ik zie jullie morgen weer. Doei. Een hele goede morgen. Het is donderdag. Super vroeg. 7:45 of zo. Ik kon niet meer slapen. Ik heb gisteren een mega aanval gehad. Maar ik heb nu nergens last van. Even afkloppen. Nog niet. Dus ik ga het heel snel even mijn dingetjes doen die ik moet doen. En daarna ga ik zitten. En een beetje rommelen. Dus. Ik ga. Het wordt ook koud. Dus ik heb mijn sjaal om. Simpel. Bye bye. En we hebben weer geshopt. Heerlijk spul. Komt een review over. Even een nagelfardertje pink. Ik ga het toch maar weer proberen. Dat is crème. En ik kook nu toch wat. Truffelchips. Ik ben gek op truffel. Ik ben benieuwd. Nou, verder ook niet veel eigenlijk. Sneak peek. Ja. Shaving gel. Voor de dames. Kuppensoep. Indiaanse curry. Ik heb het nog nooit gegeten. Ben benieuwd. Deze vinden de meiden onwijs lekker. Zijn ook lekker als één bom suiker, man. Wat hebben we nog meer? Tukkies, shampoo. Ja, was het. En ik heb er lekker vooruit gewerkt. Goed bezig. En ik ga lunchen met zalm, avocado en peppersalm. Normaliter. Als ik een gesprek met mijn arts heb gehad. En dat is niet positief geweest, zou ik de vlog afkappen. Ah, dat doe ik nu niet. Ik vlog gewoon door. Ik heb geen zin om erover te praten. En ik weet ook niet of ik er überhaupt het over los ga laten op het net. Voor nu is het gewoon even wat ik gehoord heb. En een zwaar kut. En dan hou ik het maar gewoon even bij. En ik weet, ik zal jullie niks onthouden. Want Project A, updates, gooit in de groep, reeds, je zal alles online zetten, ja. Maar er zijn gewoon dingen die ik moet verwerken. Dat heb ik steeds vaker. Dus of ik kom er nog op terug vanavond met afsluiten, of ik sluit de vlog ermee af aan het einde van de week. Voor nu heb ik even iets van, nee, ik heb geen zin om erover te praten, klaar. Snap je dat? En als je het niet snapt? Jammer dan.
dus. Het wel weer positief is, vrouw.nl belden. En we willen toch nog wel wat meer gaan doen, dus dat is wel super leuk. Dus dat is wel weer een super lichtpunt. Top Eva. Dus, maar goed. Mijn husband is lekker onderweg, want het is... Ik mag niet meer vloeken. Ja, dat vloeken van mij vinden sommigen irritant. Ja, moet je eens luisteren. Ik verander voor niemand. Ik ben wie ik ben. En ja, staat het je niet aan, joh. Sorry. Maar goed, ik zeg het toch. Het is gewoon pleuris weer. Klaar. Dus die komt lekker naar huis. En lekker chillen. Ik heb lekker even wat werk kunnen verzetten. Vooruit kunnen schrijven. Ja. Dadelijk gaan we wokken. Nou, ik ga wokken. Weer. Met kip. Uit de oven. Ja. En ik heb een hele kip en ik heb kippenvleugels. Want als de hele kip niet tevreden is, dan heb ik altijd nog een backup. Snap je? Dus ja. Maar goed, dat is even voor nu. Ik zit nog even achter de computer. Ik heb even de was gedaan. En ik wil dadelijk even mijn nieuwe lakje opsmeren. Dat neem ik jullie wel mee. Zie je, ik ga gewoon door met vloggen. Dat doe ik dan weer wel. Ja. Oké. Ik ga nu nog even mijn ding doen. En we gaan wokken. En we hebben kip. Kippie thuis, kippie eten. Ik ga ook eten. Mijn kippie. Oké. Who lost the spouse? Mijn mama. Oh, moet ik weer wat gaan zeggen? Hallo? Do you understand that? Oh, nou, doei. Hallo. Ijskoffie. Kind. Vrijschaal. Verder niks. Doei. En ik ga de vlog afsluiten. Het is kwart over 7. Ik ga het even gaan douchen. En dan even opruimen beneden afsluiten. En dan lekker mijn bed in. Ja, een strak plan. Ik heb nog steeds mijn nagels niet gelakt. Misschien moet ik dat wel even in bed halen. Maar dat vlog ik natuurlijk niet, want ik ga niet in bed vloggen. Dus, morgen niet veel op de planning. We moeten dingen opnemen voor vrouw. Dus ja, daar ben ik wel mee bezig. Verder niet veel eigenlijk. Ja, werken. Maar dan is het weekend. Hebben we wat in de planning het weekend? Nee, Nia mag natuurlijk niet voetballen omdat ze er bekkeninstabiliteit heeft. Dus je gaat zaterdag wel kijken. En zaterdag eindelijk naar de kapper, want het is echt zo lang. En dan zo'n Haagse mat. Vind ik niks. Dus, zaterdag naar de kapper. Lekker. En verder zien we het wel. Dus, maar voor nu. Tot morgen. En een hele goede morgen. Het is vrijdag. Bijna weekend. En het is best wel vroeg, 7:55. Ik kon niet meer liggen, dus ik denk ik ga er maar uit. Volgens mij ben ik een beetje overbelicht. Dus, ik ga het even mijn dingetjes doen. Een beetje werken. Even een bakje doen bij mijn sketchje, mootje. En verder... Zie ik het wel. Ja? Dus, let's go. Zo, en we zijn weer thuis ondertussen. Was er even heerlijk om bij mijn schatje mootje te zijn. Bij mijn kleine lieve Kaylee. Dus, even lekker gebabbeld. De lucht valt op.
En nu gaan we lunch maken. Ja. Moet ook gebeuren. Ik kan een beetje makreel. Zalmpje gebakken. Ik had ook nog granalen, maar ik trek erin. Zo. Dus. En daarna moest ik nog een video opnemen. Maar ik zit even in dubio. Want morgen ga ik naar de kapper. Nu zie ik het niet uit. Ik kan beter morgen die video opnemen, toch? Toch? Dan ben ik weer gepimpt en zo. Niet dat ik dat aan die muizenbek had gemaakt, maar... Het is wel eentje nerveus. Dus, maar goed, ik ga het eerst even lekker lunchen. En ik was weer bij de Hema. En ik vond deze wel cute. Dus gaan we even op doen. Ik heb gisteren wel die nagelvaart erop gedaan. Maar dan gaat deze nou overheen. Club sandwich. Lekker. En ik ga me afsluiten, vlogje. Ja. Het is, wauw. Kort voor zeven. Even lekker douchen. Er valt steeds meer in. Fuck. Nou, positief blijven. Lekker douchen. Lekker mijn haar wassen. Morgen naar de kapper. Yeah. Verder niet veel op de planning. Nee. Ik weet het eigenlijk niet. Ligt ook een beetje aan het weer. Ze hebben wel dagen regen voorspeld. Nou, hier heb echt de hele dag de zon geschenen. Dat was echt super weer. Dus ja. Morgen hopelijk weer zo. Dus. Dank voor het kijken. En ik zie jullie morgen weer. Doei. En een hele goede morgen. Het is zaterdag. 8:30. En het hoost verschrikkelijk. Niet te doen. Ik heb mijn haar nog niet gedaan. Ik ga naar de kapper zo. Dus. Even gaan we een medicijntje nemen. En dan gaan we door het op. Dus. Op naar de kapper. In een partij honden weer, jongens. Oh, niet te doen. Maar goed, zit het droog. En we zijn er bijna, dus. Godzakken, het blijft groeien. Ja, niet erg. Nee, zo is het. Zo, en ik ben weer terug van de kapper. En het is weer kort. Oh, heerlijk. Dus, nu ga ik een paar boodschapjes doen. En het is koud. Het is maar 10 graden. Fuck de kachels aan. Ik hoop dat iedereen dadelijk oprolt thuis. Dan komen thuis ook alle kachels aan. Die zijn niet zo gekke kachels. En ik moet gewoon echt warmte hebben. Maar ik ga dadelijk denk ik ook gewoon lekker voor een zonnebank liggen. Want ik heb best wel veel pijn. Maar verder is dat te doen. Dus. Het gaat voor mij een lekker dagje worden in ieder geval. Ja. Dus. Dit is het. Zodat ik nog wel even goed mijn haar zo. Als het een beetje blijft zitten. Want het is echt fucking druk weer. Dus. Oké. 10 graden. Niet te doen. Echt waar. Kijk hoe vies. Ba 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 ba. Het zijn er veel, maar wat ik over heb, vries ik lekker in. En Chicky zit lekker op de plekje. Met een kopje thee en kruidnootjes. Lekker.
hoe laat? 6:30 of zo. Ik ga lekker vroeg afsluiten. En ik ga deze nog proberen te editen. En dan ga ik lekker naar bed. Nu ben ik moe. Morgen moet ik vroeg uit. Even gauw dingen doen. En daarna gaan we even op bezoek bij mijn neefje en zijn vriendin. En mijn kleine neefje Jack. Dus dat is wel even fun. En neem ik jullie weer mee. Morgen start ik, of vandaag start ik dan weer een nieuwe vlog. Tot woensdag. Dus. Ja. Maar kort. Top. Maar voor nu hou ik het even gezien. Want ik ben echt moe. Dus. Hey, bedankt voor het kijken. Duimpje omhoog als je het leuk vond. Even kopje klikken als je wil abonneren. Zullen we hartstikke leuk vinden. En ik zie jullie morgen weer. Doei doei!